Rodriguez vaarde vanuit Spanje naar Havana om daar Hernán Cortés te ontmoeten. Hola. Hola, ik wil jou in mijn team voor de reis naar Mexico. Hola. Oké, dat is goed. Rodriguez op zoek naar een schat. Wauw, een schat. Toen Rodriguez deze schat had gevonden, werd hij een van de rijkste conquistadores in heel Mexico. Rodriguez kreeg een opdracht van de nieuwe onderkoning van Spanje, Antonio de Mendoza. Hola, Rodriguez. Hola, Rey. Jij moet met een nieuwe expeditie leiden naar de Pacific Coast voor een nieuwe handelsroute naar China en de straat van Anyang zoeken. Rodriguez arriveerde in de baai van San Diego. Hij noemde deze San Miguel. Een storm verplichtte Rodriguez en zijn manschappen om terug te keren naar huis. Rodriguez vaarde terug naar San Salvador om daar te overwinteren en zijn vloten te repareren. Cabrillo stapte uit zijn boot. Auw. Toen hij dit deed, versplinterde hij zijn scheenbeen. Het was zo erg dat hij gangreen ontwikkelde. Te pijn. En hij stierf op 3 januari 1543. Stef. Met zijn zelfgemaakte boot naar Havana om daar Hernán Cortés te ontmoeten. Een beetje sneller. Geen rapper. Maar ik moest eraan. Dan verplichtte Rodriguez en zijn manschappen om terug te keren naar huis. Doe me niet aan. Monster! Zit er Rodriguez alsjeblieft eens aan binnen in dat huisje daar zo? Die zijn aan het filmen. Oeps! Daar ging Rodriguez. Daar Rodriguez. De ondercommandant bracht